Rooienaar Marvin van den Nieuwenhuizen en zijn vriendin Michelle Westerdijk vertellen in Manege Burgerstables te Moergestel wat er zoal bij komt kijken om paarden klaar te stomen voor de paardensport. Marvin is gespecialiseerd in de springruitersport, terwijl Michelle alles weet over dressuurrijden. Het is altijd goed om gewoon te beginnen met rustig de tijd te nemen om je paard even te verzorgen. Om in de gaten te hebben van, nou, is hij gezond, is hij net zoals anders. En dan, van daaruit kun je dan gaan rijden. Dus dat is wel belangrijk om niet over te slaan. Gewoon, en de paarden, die moeten goede prestaties leveren, dus die moeten ook zichzelf goed voelen. Hoeveel tijd zijn jullie zoal bezig met de verzorging en training per dag? Gemiddeld is het zeg maar per paard een uur per dag, ongeveer. Als je het hebt over het rijden, het verzorgen, je moet de stal bijhouden, ze moeten een keer naar buiten en naar binnen. Kost elk paard wel ongeveer een uur. Bij de uur zit wel de training bij in, dus zeg maar dat je van tevoren 10 minuten bezig bent, 40 minuten aan het rijden. En dan nog weer na verzorgen en een keer binnen en buiten zetten of in de stapmolen of in de wei. Dus ja, ze hebben elke dag, komen ze twee keer per dag, komen ze buiten. Dus ze komen één keer buiten om te rijden en één keer buiten om te relaxen. Dus één keer in de stapmolen of in de wei en één keer voor training of ook voor de ontspanning. Gaan we ooit in het bos rijden of aan de longeerlijn. Gewoon, we proberen in de training ook veel afwisselingen in te bouwen, zodat het ook niet elke dag hetzelfde is voor die paarden. Dat is ook goed voor de mentaal, zodat ze zelf ook zin blijven houden in het werk dat ze doen. En dat is heel belangrijk. Nou is het natuurlijk moeilijk om een team te vormen met een paard. Hoe bouw je dat op? Het is uiteindelijk een samenwerking die we aangaan met een paard. Dus in de ring, op concours, proberen we een prestatie te leveren. En daar vereist, is samenwerking voor vereist. En het is niet, kijk, ooit wel een paard misschien vindt ooit iets moeilijk. Maar uiteindelijk proberen we dat samen op te lossen en is het niet ik tegen hem. Dus, en die samenwerking die ga je alleen heel goed voor elkaar krijgen. Op het moment dat het paard jou vertrouwt en zichzelf goed voelt. Nou, voor een springpaard zijn er een aantal dingen heel belangrijk. Ze moeten voorzichtig zijn, dus ze mogen niet te vaak een balk eraf springen. Dat is een belangrijk punt. Ze moeten er makkelijk overheen kunnen. Dus ze moeten best wel veel vermogen hebben. En ze moeten een goede inzet hebben. Dus een paard moet het willen doen voor je. En als het paard het uiteindelijk niet wil doen, dan kom je ook nergens. Dan kan hij nog zo goed kunnen springen. Maar dan wordt het verhaal ook heel moeilijk. En als die punten allemaal aanwezig zijn, dan kun je van zo'n paard een heel goed springpaard maken. Bij de jonge paarden tot en met 3 jaar kun je ze los laten lopen en kun je ze gewoon los een hindernis laten springen. Nou, daar kun je een aantal dingen, daar kun je de techniek al mee bekijken hoe dat die springt. Voorzichtigheid een klein beetje, goed. Het is niet helemaal hetzelfde als dat je erop gaat zitten, maar je kunt al wel een kleine indicatie hebben van hoe dat je denkt dat het gaat zijn. Dus dan wordt eigenlijk de eerste grote selectie al gemaakt. En dan ga je ermee aan de gang, ga je trainen en dan heb je vlug genoeg als je hem onder het zadel hebt in de gaten van oh, hij pakt het goed op, hij pakt het niet goed op, hij leert makkelijk of hij leert niet makkelijk. En dan ga je langzaamaan wat kleine hindernisjes springen. Kijk, en dan heb je er ook een goed gevoel bij of niet. En normaal, als het dan allemaal goed voelt, dan kun je gewoon verder blijven werken. En dan heb ik er ook vaak wel het vertrouwen in dat het goed gaat komen. Maar ja, op het moment dat hij tegenvalt, dat kan ook, dat hij niet meer ontwikkelt, dan moet je bijvoorbeeld een beslissing gaan nemen, wat gaan we met het paard doen? En dat is altijd, wij trainen ze uiteindelijk voor om te proberen op hoger niveau ook mee te kunnen doen. En dan is de tijd is gewoon kostbaar, want we kunnen maar 10 paarden op een dag trainen. Dus daar moeten ze wel aan alle eisen voldoen. Als we met een paard aan het werk gaan, dan hebben ze altijd bescherming om de benen. Omdat het gewoon het risico te groot is dat ze zichzelf per ongeluk aantikken en dat ze daardoor een blessure oplopen. Ja. Dus dat is standaard, dat doen we met elk paard zo. En dressuurpaarden zie je wel vaak, die hebben bijvoorbeeld bandages om. Maar bij springpaarden is het over het algemeen peesbeschermers. Na de zorg vooraf vertelt Marvin hoe hij de warming-up doet.
Dus als we beginnen met de training, dan beginnen we altijd rustig in stap. Zodat hij even lekker op kan warmen, mooi rond kan kijken. Dat hij ook ontspannen aan de training begint. Als de paard eigenlijk lekker wel heeft rondgestapt en nou naait zijn eigen nog een klein beetje op. Als hij eigenlijk lekker ontspant, dan gaan we wel verder in het werk. Goed, dus het verschil tussen een springpaard en een dressuurpaard kun je zo ook al wel een klein beetje zien. Maar voor een springpaard is de belangrijkste gang de galop. En dat komt omdat een springpaard in een parcours alleen de galop gebruikt. En een dressuurpaard moet in zijn ring, als die op een koer is, de stap, de draf en de galop gebruiken. Dus in de opwarming van een springpaard is het logischer dat je dus meer de galop traint dan bij een dressuurpaard. Dat ook meer de draf en de stap moet trainen. Goed, dus als we een springpaard aan het trainen zijn, dan trainen we eigenlijk zelden op de hoogte die we ook in de wedstrijd rijden. Dus het belangrijkste in de training is dat we controle hebben over ons paard en dat hij eigenlijk precies doet wat wij willen. En daarvoor hoef je niet per se heel hoog te springen, maar is het gewoon de zaak om je paard zo op te leiden dat hij ten alle tijde eigenlijk luistert naar wat jij ervan vraagt. Dus als we nou daar een sprongetje gaan maken, beginnen we op die lage cavalletti's en dan kijken we gewoon, kan ik precies in het tempo rijden dat ik wil, kan ik me in de houding houden dat ik wil en kan ik zeggen van, nou, ga ik naar voren, ga ik terug, luistert hij precies naar hoe dat ik wil dat ik die lijn van de ene cavalletti naar de andere cavalletti rij. Dus dat gaan we zo even testen. Nu begint hij wat meer op zijn gemak te komen. Zo oefenen we dat altijd een paar keer linksom, een paar keer rechtsom. Zodat je van allebei de kanten een klein beetje evenveel oefent. En als dit voor elkaar is, dan gaan we naar de volgende stap, dat is een klein sprongetje. Ik moet zorgen dat ik na de hindernis eigenlijk net zoveel controle behoud als voor de hindernis. Dus die gaan we een paar keer herhalen, totdat hij hier ook wat rustiger in wordt. Zo, dus ik zet hem even stil. Hij moet leren dat hij na de hindernis moet luisteren. Nou begint een beetje het voorjaar te komen, dus dan worden ze allemaal een klein beetje vrolijker. En nu is het voor het eerst een beetje mooi weer en dan moet hij weer een beetje aan wennen. Net zo goed als dat een persoon in een training een warming-up, een flinke training en een cooling-down heeft, geldt dat voor een paard ook. Dus op het moment dat we klaar zijn met ons grote werk, dan laten we de paarden aan een lange teugel uitdraven. Om weer terug op adem te komen. Dus doen we een kleine 5 minuten. En dan gaan we terug naar stap. Zodat ze op de goede manier hun training af kunnen sluiten. En de volgende dag geen last krijgen van spierpijn. Als de buitentraining voorbij is, betekent dat nog niet dat de dag voor het paard voorbij is. Nee, dan komt de nazorg. Na het rijden, als de training is geweest, kijk dit paard nou ook, die heeft flink gezweet. Dan is het wel fijn voor die paarden om ook even gedoucht te worden. Zodat ze uiteindelijk weer, als ze helemaal klaar zijn, weer schoon hun stal ingaan. En dan zetten we hem nu na de training nog 15 minuutjes in de stapmolen, zodat hij daar op zijn gemak nog even kan uitstappen. Goed, als de paarden bij ons een jaar of 5 à 6 worden, dan worden ze 5 tot 6 keer in de week getraind. Nou is het voor een paard niet leuk als ze 6 keer in de week hetzelfde rieltje af moeten doen. Dus proberen we te zorgen voor wat variatie. Dus 1-2 keer in de week doen we ze zo longeren. Gewoon om te zorgen dat de paard ook een keer wat anders doet. En als ze dan 1 keer in de week dit doen en 1 keer in de week springen. De springpaarden die van de 6 keer dat ze getraind worden, springen ze eigenlijk daadwerkelijk maar 1 keer in de hele week. Die andere dagen wordt er gewoon gewerkt aan het dressuurmatig rijden van een springpaard. Dus er wordt gewoon gewerkt aan de controle, om te zorgen dat we juist naar de hindernis kunnen rijden op de juiste manier. En 1 keer in de week wordt er gewerkt aan het springen op zich. Kijk, en dat wordt verder afgewisseld met longeren, zoals wat ik nu aan het doen ben. Of een keer in het bos gaan rijden. Dat vinden ze ook prettig, een keer galoptraining. En dit is gewoon een andere manier van trainen. Dus zitten we zelf niet op de rug.
En dat vinden ze ook wel eens prettig om te doen. En meestal gebruik ik deze vorm van training als ontspannen training. Dus 20 minuutjes ontspannen laten lopen op een dag dat hij niet per se heel hard hoeft te werken. Je kunt deze training ook uitvoeren met een veel zwaardere intensiteit door hem veel te laten galopperen. Maar dat is meestal niet mijn insteek. Na de verzorging hebben we de tijd om na te praten met Michelle en Marwin en vragen we naar hun wedstrijdervaringen en hoe zij de toekomst zien. Misschien is wel het grote verschil met het springen dat een springruiter ook op concours kan gaan om het parcours te oefenen. Hè, om hem een rondje te laten lopen in het parcours waarin hij zich op zijn gemak voelt en misschien zelfs een beetje lager ligt als wat, als wat zijn beste niveau is. Maar om hem te leren dat het fijn is om die proef te lopen. Dat het niet moeilijk is en dat het hem goed afgaat. Het is altijd de vraag wat je doel op dit moment is. En dat kan natuurlijk per paard verschillen. Mijn doel voor dit paard is om hem nog wat hoger op een hoger niveau te krijgen. En hem dan te verkopen. Ja. En dat betekent dat hij nu ZZ Licht start. Dat is het hoogste niveau van de basissport. En ik wil hem nog wat langer doorrijden en daar heb ik eigenlijk mezelf voor gegeven het komende jaar. En dan wil ik dat hij in de subtop op niveau presteert. Hij start in de hoogste klasse van basissport en dat betekent dat we dus eigenlijk over kunnen naar de subtop. Dat is dus, daar zijn we nu. Alleen ik wil daar nog even mee wachten omdat ik vind dat hij nog wat tijd nodig heeft. Dit is een ontzettend groot paard en die heeft wat langer nodig om sterk te worden zoals een kleiner paard zich waarschijnlijk eerder ontwikkeld en sterker kan zijn. Toevallig heb ik net te horen gekregen dat ik begin maart in Herning mag rijden in Denemarken. Dat is mijn eerstkomende internationale concours. Mijn aankomende landelijke wedstrijd is deze zondag in Asten. Daar ga ik met 11 paarden op concours. Toevallig omdat het dit weekend allemaal op één dag gepland moest worden, komt het zo uit dat ik van 's ochtends tot 's avonds daar op concours ben om al mijn paarden gereden te krijgen. Goed, dat is een groot verschil met internationale concoursen. Die worden vaak over een heel weekend verreden, dus dat begint vaak op donderdag tot en met zondag. En dan heb je ongeveer 4, 3, 4, 5 paarden bij. Die lopen dan allemaal 3 keer in zo'n weekend. En die zijn dan ook verplicht om daar te blijven. Dus en voor een landelijk concours rij je gewoon 's ochtends daarheen. En op het eind van de dag weer terug naar huis. Voor landelijke wedstrijden kun je het gewoon opgeven en dan weet je zeker dat je kunt rijden. Voor internationale concoursen is het, kun je opgeven en dan moet je uitgekozen worden om daar aan mee te mogen doen. Kijk, en in veel gevallen is dat geen probleem. Maar als het een heel druk concours is, kan het ook zijn dat je een keer afgewezen wordt en dat je dan niet mag rijden. De laatste paar maanden moet ik zeggen, ben ik goed in vorm. Dus heb ik wel fijne resultaten op landelijk en internationaal niveau. Er zijn er wel 2 van mijn paarden zijn in de laatste maand verkocht. Dus dan ben ik weer genoodzaakt om met nieuwe paarden weer terug op te bouwen. En daar weer te zorgen dat ik met die paarden ook weer kan presteren.